Ik ben gebeten door haaien, kaimannen, hagedissen, gieren en slangen. Ondergepiste chimpansees, ondergekakt door pinguïns, gewurgd door een anaconda. In mijn gezicht gelikt door wolven, geëlektrocuteerd door sidderalen, gekust door zeekoeien en aangevallen door buffels, olifanten, nijlpaarden en leeuwen. En natuurlijk in mijn hand gestoken door een tijgermeerval. Ja, het gaat nogal eens mis bij Freek Vonk tijdens opnames. Maar ja, wilde dieren heten niet voor niets wilde dieren. Oh, dat is een naar gevoel. Het lijkt misschien veel, maar het valt echt reuze mee. Als je bedenkt dat ik al meer dan 15 jaar de hele wereld over reis en altijd met heel veel potentieel gevaarlijke dieren heb gewerkt. Freek Vonk zoekt de dieren dus zelf erg op. Hij komt heel dichtbij en pakt ze zelfs vast. Mangrove slang. En Freek is niet de enige. Meer biologen overkomt zoiets wel eens als ze heel dicht bij de dieren in hun leefgebied komen. Volgens de biologen is het belangrijk om de bijzondere dieren van dichtbij te laten zien. Maar sommige mensen vinden dat je wilde dieren gewoon met rust moet laten. Zo'n dierenbeet levert vaak een hoop extra aandacht op, ook voor Freek. Maar daar gaat het hem niet om. Het gaat hem om de dieren. De dieren komen altijd op de eerste plaats. Het gaat om het feit dat we met z'n allen die prachtige natuur, die wildernis en al die mooie dieren toch goed moeten beschermen. Daar gaat het om.